Mijn Wasco is een gezellige werkplek met leuke ouders, lieve kinderen en hele leuke collega's. Op dit moment is Wasco mijn belangrijkste gesprekspartner om mijn school tot een topschool te maken. Mijn Wasco is mijn werk en mijn toekomst. En mijn Wasco is een professionele organisatie waar met heel veel warmte een bijdrage geleverd wordt aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Mijn Wasco is sprankelend. Afdruk van je hand. Waar ik heel erg trots op ben, is het enthousiasme waar de pedagogische medewerkers aan de slag zijn met kinderen. Ze hebben echt een hele ontwikkeling gemaakt om de kinderen steeds beter te volgen. Om in te spelen van oké, waar liggen nou de behoeftes van de kinderen en op daarop aan te sluiten. Onze medewerkers zijn echt de hele dag bezig met opvang en opvoeden. Maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook gewoon bezig met de ontwikkeling van de kinderen en de ontspanning, niet te vergeten. Het is voor een kind wat naar school gaat heel fijn om even te ontspannen als hij bij onze buitenschoolse opvang komt. En is dat in de vorm van buitenspel of vrijspel? Of gewoon wat de kinderen zelf kiezen, dat is heel belangrijk. Die ontwikkeling meten wij eigenlijk door onze observatiemethode Focus in beeld, kind in beeld. En daarin volgen wij de kinderen en kunnen wij kijken hoe het met de kinderen gaat. Nou, een recent voorbeeld is een meisje die duidelijk een spraakachterstand had. Dat heb ik eerst met mijn collega's besproken. Van joh, valt jullie dit ook op? Zij is meerdere keren ook in een groepsoverleg met de leidinggevende besproken. We hebben haar geobserveerd en daaruit is dus gebleken dat wel degelijk logopedie goed voor haar zou kunnen zijn. Uiteindelijk is het meisje naar de logopediste gegaan. En toen ze 4 jaar was en naar school ging, was die achterstand eigenlijk bijna weg. En wat je dan ook van ouders terugkrijgt, toch ook wel de complimenten dat we dat vroegtijdig hebben gesignaleerd. Dus ja, dat is hartstikke mooi dat je zulke dingen kan doen. Wat we bereikt hebben is dat we veel meer zijn gaan samenwerken met scholen. En dat heeft voor de ouders en voor de kinderen heel veel voordelen. Wij kennen vaak het kind al 4 jaar en die kennis die brengen we dan ook over alvast bij de leerkrachten. In de samenwerking gaat vooral goed dat je beide het oog wil hebben op het kind. Op de doorlopende leerlijn, de ontwikkeling van het kind. Er zijn natuurlijk altijd wel 2 verschillende belangen die spelen. Op school is het vooral over de cognitieve ontwikkelingen die we benadrukken. Terwijl bij de buitenschoolse opvang is het het speelse, de vrije tijdssituatie. En het kind moet er altijd beter van worden. En dat is de kern waarom ik samenwerk met Wasco. Omdat ik weet dat er heel veel kinderen vanuit onze school opgevangen worden, zowel voor schooltijd, tussenschool en na schooltijd, door Wasco, dat daar de kracht ligt om het goed te maken voor het kind. Ik vind het leuk als we iets gaan doen, dat we ergens heen gaan. En ik vind knutselen leuk en koken. Je kan hier boekjes pakken en daar ook. En je kan met de Lego spelen. Ja, je kan hier ook heel veel samen doen. Dat is ook leuk. Grappig hier met de kinderen. Want hun maken soms grapjes en dan vind ik dat heel erg leuk. Ja, het is wel prettig natuurlijk dat je kinderen en naar de zin hebben. En dat, dat wij eigenlijk aan het werk zijn. Het allerhandigste aan de kinderopvang vind ik dat ik met een gerust hart kan gaan werken.
En zeker weten dat de medewerkers goed voor onze kinderen zorgen en hele leuke originele ideeën verzinnen. Ik verwacht dat we in de toekomst steeds vaker gaan samenwerken in een integraal kindcentrum. Dat houdt in dat school heel nauw samenwerkt met de kinderopvangorganisatie. En vaak zijn daar ook nog andere organisaties bij betrokken. Bijvoorbeeld een sportvereniging of de muziekschool. En met elkaar ben je echt partners en zorg je dan voor dat kinderen van 0 tot met 12 jaar in een hele veilige omgeving kunnen werken aan hun competenties, noemen we dat dan. De medewerkers van de buitenschoolse opvang ook proeven wat is de sfeer, de cultuur van de school. Maar ook dat ze eventueel ingezet kunnen gaan worden binnen onze school. Dat ze bijvoorbeeld rugzakleerlingen zouden kunnen gaan begeleiden. Dat is voor hen ook weer een uitdaging. We zien het nu al op sommige locaties. Dus dat de pedagogische medewerkers echt mee de lokalen ingaan. En bijvoorbeeld de kinderen helpen die wat moeite hebben met lezen of met rekenen. Maar doordat de pedagogische medewerkers de kinderen ook onder schooltijd een stukje begeleiding gaan doen, kunnen ze de kinderen veel beter volgen en stimuleren. En mijn Wasco wordt fantastisch. De plek waar ik hopelijk nog lang en met veel plezier mag blijven werken. Wasco wordt mijn partner in onderwijs. Mijn Wasco wordt mijn samenwerking met de basisscholen. En Wasco wordt het voorbeeld voor alle andere kinderopvangorganisaties. Ah!